Hoi allemaal, leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe extra video. Ik heb vandaag voor jullie eindelijk de mega Zara en H&M shoplog. En er is nog een item of een winkel aan toegevoegd, namelijk bij Use Fashion. En aan het einde van de video heb ik daar een heel erg leuk nieuwtje over, dus blijf zeker kijken. Deze video heb ik al vaker beloofd en is ook vaker uitgesteld. Maar het komt gewoon omdat ik steeds nog meer dingen bij de Zara bleef bestellen. En ik dacht, ja, dit moet ook in de video. Wat nu tot het resultaat heb dat ik zo'n Zara stapel heb. Echt bizar veel. Ik heb dus wat dingen van, nou wat? Ik heb echt heel erg veel dingen van de Zara om te laten zien aan jullie. Ook van de H&M en dus van bij Use Fashion. Daar heb ik wat dingetjes mogen uitzoeken. En als het goed is, ik weet het niet 100% zeker. Maar volgens mij begint vanavond dus de Zara Summer Sale. Ik zoek dat altijd op internet wanneer dat gaat beginnen. En ik heb dus gevonden dat het op 17 juni, dus dat is dus vandaag, om 10 uur in de webshop vanavond gaat beginnen. En morgenochtend zeg maar naar winkels ook gaan in de winkel zelf. Ik weet niet of ik het 100% goed heb, maar zit vanavond lekker klaar voor de Zara sale. Ik zal ook alle linkjes die ik nog kan vinden in de beschrijving zetten. Heb je er zin in deze video? Doe dan alvast dat duimpje omhoog. En vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal. En dan gaan we snel beginnen. Oké, ik ga maar beginnen met de dingetjes van de H&M. Want dat is denk ik het minst. Dus dat is ja, het snelst doorheen. Ik ga beginnen met een bikini. Ik heb namelijk deze bikini gekocht. Van de topje is het kaartje er al afgevallen. Van het broekje nog niet. Maar ze waren dus allebei 5 euro. Het topje en het broekje. Echt super cheap. En je hebt hem ook nog in allemaal andere kleurtjes. Je hebt hem nog in het lichtroze, in het turquoise en in het lila volgens mij. Maar ik vond die gele wel heel erg leuk voor als je bruin bent. En het is dus een bandeau top. En daarbij zit een normaal broekje. Zo, dit is het broekje. Ik trek hem altijd wel ietsjes hoger op, zodat hij een beetje zo mooi in je taille valt. Dat vind ik net eventjes iets mooier. En het broekje en het topje heb ik allebei in een maatje 36. En die zijn dus maar 5 euro per stuk. Echt mega goedkoop. Je hebt ook nog een high-waisted broekje hiervan. En ook nog een soort van sportachtig topje. Die zijn volgens mij wel 10 euro in plaats van 5 euro. Maar ik vind die bandeau top echt heel erg leuk. Dus deze. Dan heb ik een heel erg leuk setje gekocht. Een rood setje. En dit is volgens mij van linnen gemaakt. Premium quality. Natural linnen. En dit is dus zo'n leuk linnen broekje. Aan de bovenkant heeft hij elastiek zitten. En verder is het een beetje zo'n straight legband. En hij is net niet tot aan je voeten, zeg maar. Een beetje tot aan je enkels. Iets erboven. Ik vind het echt heel erg leuk. En deze doe ik dan een beetje in mijn taille. En dan zit er nog een bijpassend topje bij. Oh, als je binnenste buiten. Namelijk dit topje. Het is dus een crop topje met aan de voorkant een knoop. En bij de armen heeft hij ook weer van dat elastiek. En ik vind het echt zo leuk voor naar het strand. Of stel dat je s'avonds lekker nog uit eten gaat op vakantie of zo, kan je dit even snel aantrekken. Het topje heb ik in een maatje 34. En de broek in een XS. En ik vind het echt een heel erg leuk setje. Dus die. En omdat ik die broek zo leuk vond, heb ik die broek ook nog in het zwart. Ik zat heel erg te twijfelen van, zou ik dan ook de zwarte top erbij nemen? Maar ik dacht, die zwarte broek kan ik ook heel erg makkelijk stylen met een body of zo. Of een leuke gekleurde top. En die rode natuurlijk wat moeilijker. Dus ik heb dan gekozen om van de rode het setje te nemen. En van de zwarte alleen de broek. Gewoon precies dezelfde broek, maar dan in het zwart. En deze heb ik ook weer in een maatje XS. Het topje was €19,95 en de broek was €29,95. Sorry als het licht af en toe een beetje verspringt of iets te overbelicht is. Ik probeer met mijn bril heel de tijd te kijken of het goed is. Maar ik kan het gewoon niet zo goed zien. En het licht is een beetje wel niet. Dus vandaar. Maar dan gaan we door met het laatste item van de H&M. En hier ben ik echt heel erg blij mee. Dit is zo'n hele lange jurk. Ik weet niet van welk materiaal dit is gemaakt. 100% katoen. Het is echt zo'n heel lekker en leuk strandjurkje. En hij heeft hier aan de mouw heeft hij van dat elastiek. En dan is hij zo heel erg lang. Ja, gewoon tot aan de vloer eigenlijk. Ik denk dat je het op de aanbeelden wat beter kan zien. Maar deze dus. En deze heb ik in een maatje XS. En kost €19,99. Dus €20. Ik weet wel dat deze online heel snel was uitverkocht. Ik heb hem zelf ook in de winkel gekocht. Omdat hij dus online er niet meer was. Maar volgens mij zijn deze jurken echt mega snel gegaan. Maar als ik nog een linkje ervan kan vinden, dan zal ik die zeker in de beschrijving zetten. Dan gaan we over met de mega Zara stapel. Ik zal even de stapel laten zien, want het is echt niet normaal. Dit zijn alle Zara items die ik de afgelopen 3 weken ongeveer heb verzameld. En ik maar steeds afvragen waar mijn geld naartoe gaat. Nou, nu weet ik het wel. Ik ga beginnen met een item die ik al heb aangehad. Dat is namelijk dit witte jurkje.
En ik vind hem echt mega, mega schattig. Ik heb deze in een maatje XS en was uit mijn hoofd 30 of 40 euro. Maar ja, het linkje zal in de beschrijving staan. Hierachter zie ik wel dat het allemaal draadjes aan het loslaten zijn. Dus hoe goed de kwaliteit is, weet ik niet. Maar ja, dit is dus het jurkje. Hij heeft hier van die schattige pofmouwtjes. En dan een kraagje. En dan zit hij helemaal dicht met knoopjes. Volgens mij ben ik echt mega donker. Maar dus in ieder geval, hij heeft dus allemaal knoopjes hier zo in het midden lopen. En gewoon van die schattige... Ja, is, ik weet niet hoe ik dit jurkje moet uitleggen. Het is ook wel een beetje een boerenjurkje of zo. Een beetje een boersjurkje. Maar ik vind hem wel echt heel erg leuk. En als je dan een paar gave laarsjes eronder doet, maakt het die gelijk wel echt heel veel stoerder. Deze ben ik echt heel erg blij mee. Dan een shirtje waar echt een beetje een soort van hype om was de laatste tijd. Namelijk deze. Het is een geel met blauw, ja, een beetje geruit shirtje. Ik heb hem in een maatje S en kostte 16 euro bij de Zara. Hij was toen ook heel veel op United Wardrobe te zien, maar daar verkochten mensen hem echt voor 30, 40 euro. Maar bij de Zara kostte die dus maar 16 euro. Echt heel erg blij. Ik vind het echt een heel erg leuk shirtje. Het is echt van hele dikke kwaliteit ook. Ik had het echt niet verwacht toen ik hem had besteld, zeg maar. Maar echt heel erg chill shirtje. En ik vind die kleur ook heel erg mooi voor als je bruin bent, zo lekker in de zomer. En dan nog zo'n soort shirtje. Deze was volgens mij wel ietsjes minder hype, maar heb ik ook heel erg veel voorbij zien komen op United Wardrobe met gezocht. Maar deze is ook gewoon van de Zara. Dit is dit shirtje. Die is blauw met oranje gestreept. Die vind ik ook echt heel erg leuk. Ook deze heb ik weer in een maatje S en deze was ook 16 euro. Deze shirtjes kosten echt geen drol, vind ik. Of deze was zelfs 13 euro. Nou, je kan het in ieder geval zien in het linkje in de beschrijving. Hij rekt echt heel erg mee. En dit is wel een dunner shirtje dan die gele van net. Maar daarom vind ik deze wel weer lekkerder voor de tijd van nu. Want ja, het kan best wel benauwd zijn. En van dat andere shirtje krijg je het echt heel snel warm. En van deze niet. Want ja, deze is gewoon wat dunner en wat chiller. Dus die in een maatje S. Dan heb ik een bijpassend pak. En ik denk dat heel de wereld deze wel kent of zelfs heeft. Heel veel mensen hebben ook de oranje met de stippen of de zebraprint. Maar ik heb de turquoise, omdat ja, turquoise is gewoon mijn lievelingskleur. Blauw vind ik echt een hele mooie kleur. Goed verhaal. Maar dat is in ieder geval dit topje. Het is van het, ja, ik weet echt niet hoe je dit spul noemt. Maar deze is allemaal van die mooie ribbeltjes. En het lijkt een beetje op satijn of zo. Dat is het denk ik niet, maar echt... Love it. En aan de binnenkant kan je hem dus hier zo strakker trekken. Zodat hij wat meer naar elkaar toegetrokken wordt. En het is dus een crop topje. En daar zit dus deze bijpassende broek bij. Echt heel erg leuk deze broek. Deze broek vind ik ook gewoon heel erg mooi met bijvoorbeeld een andere body of zo. Weet je, een mooie zwarte top of een witte top of zo. Vind ik die ook heel erg mooi. En ik heb beide in een maatje S. Hij is toen heel erg lang in de sale geweest. Volgens mij nog steeds. Ik weet niet of ze nog alle maten hebben. Maar is toen heel erg lang in de sale geweest en was de broek dus maar 10 euro en het topje maar 6 euro. Toen heb ik hem ook gekocht in die sale. Maar dat zijn dan van die special price aanbiedingen. Dus ja, soms gaan ze dan weer terug naar eigen prijs en soms niet. Maar volgens mij is het dus nog wel in de korting. En als het goed gaat vanavond sowieso de sale beginnen. Dus ja, maar in ieder geval dus deze twee. Dan nog een leuk crop topje. En dat is deze groene met een beetje een hartjesvorm hier aan de bovenkant. Ik vind dat altijd heel erg mooi staan. Je had deze ook nog in het geel en in het beetje roze. En ik twijfelde zo erg. Maar ik ben heel erg blij dat ik die groene heb genomen. Want ik vind het echt een heel erg mooi kleurtje. Het is ook weer een echt heel erg lekker en dik stofje. Echt een goede kwaliteit. Deze was 13 euro en heb ik in een maatje S. En ik vind deze echt heel erg mooi staan. Echt heel erg leuk. Bijvoorbeeld met een leuke blouse eroverheen of zo. Of in de zomer met een mooie rok eronder. Vind ik deze echt heel, heel, heel erg leuk. Dan nog twee crop topjes. Ik merk echt nu dat ik best wel veel crop tops heb in deze video. Maar dit zijn twee dezelfde. En ik denk dat iedereen deze ook wel kent. Het zijn best wel bekend en gehypte topjes. Dit is namelijk een crop topje met van die hele dunne bandjes. Ik vind dat echt super mooi. En deze zijn dus maar 5 euro. Vandaar dat ook iedereen ze volgens mij heeft. En deze heb ik dus in een maatje S. Maar deze dus, hier ben ik echt heel erg blij mee. Dit past gewoon letterlijk bij alles. Als je een mooie lange rok hebt of een high-waisted broek. Het staat altijd leuk. En die heb ik dus ook nog in deze
beetje blauwige kleur. Je hebt hem ook nog in het paars en in het wit en in het groen. Die groene vind ik ook echt heel erg mooi. Maar Zoe heeft die al en Stace heeft die volgens mij ook al. Dus ik dacht, weet je, laat ik geen groene nemen. Maar deze blauwe kleur vind ik ook echt heel erg mooi. Die heb ik dus ook weer in een maatje S en was ook weer 5 euro. En ik vind die bandjes gewoon zo mooi. Het zijn echt van die hele subtiele elastieke bandjes. Dat vind ik gewoon echt heel erg mooi. En dan natuurlijk met een strapless BH of geen BH eronder. Dat vind ik altijd ook wel mooi staan. Dat je echt alleen die bandjes ziet. Dus deze twee. Dan de mensen die mij kennen, die weten dat ik best wel vaak de bodies van de Zara draag. Ik heb al de witte, de zwarte, de huidskleur en de groene. En ik heb nu nog twee kleuren extra. Ik heb sowieso ook eventjes een extra witte besteld. Omdat mijn witte body was dus meegegaan in de was. En hij was een beetje, niet per se lelijk geworden. Maar je zag een beetje zo'n zwarte gloed erin zitten. Dus ik dacht, weet je, ik bestel hem gewoon nog een keertje als backup. En deze zijn €12,95 en heb ik in een maatje S. Ik krijg echt heel erg vaak de vraag van mensen van welke BH draag je eronder? Hoe doe je dat met een BH? Maar ik draag hier dus geen BH onder. En er zit altijd een laagje extra in. Ik weet niet of ik dat kan laten zien. Maar je hebt zeg maar twee lagen waardoor het dus ook niet doorschijnt bij mij. Heel veel mensen hebben dat wel, dat de witte doorschijnt. Ik heb echt oprecht geen idee hoe dat kan. Ik heb dat zelf niet. Maar ja, ik draag er dus geen BH onder. Wat ik wel, zo je wilt er wel iets van een BH onder, zou ik iets van een bralette eronder doen. Omdat die vaak ook wat dieper zijn uitgesneden. Dus dan zie je het niet zitten. Want die bodies zijn best wel diep uitgesneden, zeg maar. Maar deze. En die had ik dus al maar eventjes een soort van backup ervan gekocht. En dan heb ik nog twee kleurtjes. Deze blauwe hebben ze sinds kort nieuw. Echt, ik vind deze kleur zo mooi. Echt top dat ze deze kleur erin hebben gedaan. Deze heb ik dus ook weer in een maatje S. En is gewoon dezelfde body als alle andere typische bodies. En deze was dus ook weer 12,95. Maar ik vind deze kleur gewoon echt heel erg mooi. Voor als je bruin bent of voor met een leuk rokje of zo. Of, ja, ik heb geen idee. Maar ik vind het gewoon zo'n mooie kleur. Echt heel erg mooi. En dan als laatste heb ik nog een beetje een oranjeachtige roestkleur. Deze hadden ze al langere tijd. Maar die dacht ik altijd van ja, niet echt mijn kleur. Maar nu ik wat bruiner was, dacht ik, oh, misschien staat dit toch wel heel erg leuk. Dus die heb ik ook besteld. Ja, ik vind die body van Zara gewoon echt mega, mega fijn. Misschien dat ik ook nog een zwarte backup ga bestellen. Want ik merk dat die een beetje lelijk begint te worden hierachter door mijn kettingjes die dan steeds blijven hangen en zo. Misschien dat ik daar ook nog een backup van ga bestellen. Maar op zich heb ik nu wel genoeg van deze bodies. Maar deze kleur vind ik ook echt heel erg mooi. Beetje roest, oranjeachtig. Ja, heel erg leuk. Dan nog een crop top. Ik zal er dus niet. Dit is een leren crop top. Deze heb ik in een maatje XS. En hebben ze volgens mij ook in het zwart. Maar ik vond deze huidskleur wel echt heel erg mooi. Het is dus, nou, zoals ik al zei, een huidskleurige leren crop top. Hij heeft hier aan de zijkant heeft hij ook een rit zitten. Wat echt super chill is en super handig is. En hij heeft dus ook weer van die dunne bandjes. Deze zijn niet van elastiek. Dit zijn gewoon bandjes van touw. Maar ik vind deze echt heel erg leuk. Ik heb dus een heel erg leuk blouseje, een soort mannen flannel. En daar staat deze echt heel erg leuk onder. Precies dezelfde kleur en zo. Dus dat is deze. En deze kost €19,95. En heb ik dus in een XS. Dan weer een crop topje. En deze vind ik ook echt zo mooi. Hij zit gewoon heel erg mooi aangesloten. Hier ook weer zo'n soort hartjes voor. Deze draag ik ook weer zonder BH. En ik vind het gewoon echt heel erg mooi staan. En ja, ik weet niet. Ik vind het topje echt heel erg leuk. En ik vind het zo'n mooie kleur. Deze kleur kwam echt bij blond haar, bij bruin haar, bij rood haar. Ik vind het echt zo'n mooie en goede kleur. En zoals je ziet is hier ook een beetje naar elkaar toe getrokken. Volgens mij noem je dat een beetje gesmokt of zo. En dus de bovenkant weer zo'n hartjesvorm. En de touwtjes die zijn een beetje stretchy. Niet heel erg. Maar deze vind ik echt heel erg mooi. Ze hebben deze volgens mij ook nog in het huidskleur. Maar ik vond deze blauwe kleur wel echt heel erg mooi. En deze heb ik in een maatje S. En is €15,95. Dan heb ik nog een heel erg leuk setje. Wat dus bij elkaar past. Ik was een tijdje geleden was ik met Lindsay en Stacey naar de stad geweest. En Stacey had toen dit setje gekocht. En ik vond hem toen al heel erg leuk. Maar ik dacht van ja, ik twijfel een beetje. Dus ik ga hem maar niet meenemen. Toen later zag ik hem op de site. En dacht ik, weet je, ik ga hem gewoon bestellen. Misschien is hij wel heel erg leuk. En hij is heel erg leuk. Het is namelijk dit broekje. Het is dus een beetje van dat
gebreide spul. Maar wel weer, nou, ik weet niet wat voor spul dit is. Staat het er ergens op of zo? Het is 37% nylon en 63% viscosa. Nou, dat ken ik niet. Maar het is in ieder geval heel erg lekker stofje. Het zit ook echt heel erg mooi. En dit is dus een soort van kort shortje-achtig. Het is geen bikershortje, maar ja, het is wel gewoon de lengte van een normaal spijkershortje, zeg maar. En die vind ik echt heel erg leuk. En daar zit dus een bijpassend topje bij. Ook weer van datzelfde spul gemaakt. Lijkt een beetje op een bikini topje zo kort. Maar het broekje valt dus wat meer high-waist, waardoor dit weer wat meer compenseert, zeg maar. Ik heb die allebei in een maatje S. En het broekje is 19,95 en het topje is 12,95. En aan de achterkant schiet je die dus met een grote streep. Ja, gewoon met dat touw wat erbij zit. En de bandjes hier, die kan je ook nog verstellen qua hoogte. Hoe je hem wil hebben zitten, zeg maar. En dat is bijvoorbeeld dus heel erg leuk om er een blouse overheen te dragen. Want ik zou dit nooit zo als setje 1-op-1 dragen of zo. Daar vind ik het ietsjes te bloot voor. Maar dan zou ik er bijvoorbeeld een grote blouse overheen doen. Net zoals deze. Oh, deze zit ook winstenbuiten. Deze heb je al op mijn Instagram kunnen zien. Hier heb ik al een foto mee gemaakt. En deze blouse was echt heel de tijd uitverkocht. Dus ik had eerst een L besteld. Want ik dacht, ja, ik wil die blouse gewoon hebben. Maakt niet uit welke maat. Maar die was wel echt heel erg groot. En toen liep ik dus in de stad. En toen zag ik dat ze dus nog een S hadden. Dus toen heb ik die maar meegenomen. En die L weer teruggestuurd. En deze, ja, is eigenlijk nog wel een beetje te groot. Een X had wel echt top gezeten. Maar ik vind het eigenlijk wel leuk als hij er een beetje zo oversized zit. Maar het is dus een, ja, ik weet niet wat voor spul. Het is katoen of zo. Maar het is dus een beetje een beige blouse. Echt een beetje zo'n lekkere mannenblouse, zeg maar. En deze heb ik dus in een maatje S. Toch? Ja, in een maatje S. En deze is dus 39,95. En deze is dus altijd uitverkocht. Letterlijk altijd. Dus ik ga proberen nog een linkje te kunnen vinden voor jullie. Voor in de beschrijving. Maar ik denk eigenlijk dat die er niet is. Maar dat is dus deze blouse. En aan de mouwen heeft hij ook van die knopen. En je kan hem zo leuk omvouwen. Wat ik wel heel erg leuk vind om te doen. En ja, dit is gewoon echt zo'n lekkere strandblouse. Maar het is ook een hele leuke blouse voor over dit setje heen. Dus deze. Dan in dezelfde kleur. Een beetje die beige kleur op dit hele schattige rokje. Ik vind het echt zo'n leuk strand vakantie rokje. Deze kost 29,95 en heb ik in een XS. Aan de bovenkant heeft hij een beetje van die borduursoetjes. En dan loopt hij wat wijder uit. Volgens mij niet heel veel wijder. Maar dit doe je dan zeg maar in je taille. Waardoor je heupen echt zo mooi uitkomen. Dus deze. En hier had ik dus eigenlijk een geel kroptopje bij besteld. Want ik dacht het staat wel heel erg leuk voor de zomer. Want deze komt wat hoger en dan een kroptop. Maar het kroptopje was zo lelijk. Hij was dus ook van de Zara. Maar het was een beetje een gifgele kleur. En een beetje een soort badpak speelt. Terwijl op de zijde zag het er echt heel anders uit. Maar goed. Dit rokje dus. En hier ben ik echt heel erg blij mee. Ik vind deze heel schattig. Ik wil eigenlijk echt een paar van die leuke cowboy laarzen. Want het lijkt me zo leuk om onder dit soort dingen te dragen. Dan nog een heel erg leuk setje. En dit is het broekje. Oh, hij staat open. En ik had deze toen bij Rosa gezien in haar video. En toen was hij de hele tijd iedere keer uitverkocht. Dus ik had zo'n melding aangezet bij de Zara. En toen hadden ze hem weer. En ik ben echt super blij met dit broekje. Het is een soort satijn shortje. Deze kost 19,95. En heb ik in XS. En ik vind deze echt heel erg mooi zitten. En hij staat gewoon heel mooi. En ja, aan de achterkant heeft hij dan nog twee van die nepzakken zitten. En aan de voorkant heeft hij... Heeft hij eigenlijk zakken? Ja, aan de voorkant heeft hij wel echte zakken. Ja, ik vind het gewoon echt een heel erg mooi broek. Je hebt zo'n mooie dikke band. En dan door is hij wat zwieriger. En ja, heel leuk. En daar hoort dus een bijpassende top bij. Over de top twijfel ik nog wel een beetje of ik die ga houden. Ik moet het ook nog eventjes aanzien samen. Want ik heb het allebei apart gekocht. Maar dit is dus de top die erbij hoort. Zo. Dit is dus een blouseje in hetzelfde satijnen stofje. En die hoorde er dus een beetje leuk op te dragen. Want dit is dus een beetje een cropped blouseje. Deze heb ik ook weer in een maatje XS en was ook 19,95. En op Instagram volg ik zo'n account die allemaal Zara outfitjes plaatst. En ik had dus dit blouseje erop gezien. Want ik wist helemaal niet dat er ook een blouseje bij hoorde. Maar die vond ik zo leuk. Dus daar had ik ook weer mijn notificatiebelletje of mijn berichtding aangezet voor stuur me een berichtje als hij er op voorraad is. Dus ja, ik twijfel alleen nog een beetje over deze. Maar het broekje ga ik sowieso houden. Ik moet alleen even kijken of ik het samen echt een leuke combinatie vind. Maar goed.
En dan komen we aan bij de laatste drie dingen van de Zara eindelijk. Als eerst twee broeken. En ja, mijn broeken zijn een beetje te groot geworden. Ik denk dat ik ze gewoon of heel erg heb uitgelopen. Want afgevallen zal het niet zijn, want ik eet echt iedere dag bitterballen. Maar ik denk dat ze gewoon heel erg zijn uitgelopen. Dus ik had weer eventjes wat nieuwe broeken nodig. Dus ik heb als eerst deze. En dit zijn dezelfde broeken, alleen gewoon een andere kleur. Dit is een beetje een soort van straight legpants, maar toch weer skinny. Ik weet niet, ik vind het echt een heel leuk modelletje. Dat is namelijk deze. En aan de onderkant is die ook een beetje zo gerafeld. Verder aan de bovenkant zit die gewoon mooi strak en aansluitend. En ik heb deze in een maatje 36. Deze is trouwens niet te lang voor mij. Maar ja, ik vind deze echt heel erg leuk. En precies diezelfde, omdat die dus zo mooi zit, heb ik hem ook in het zwart. Eigenlijk een beetje donkergrijs. Ik dacht, dan heb ik gewoon gelijk een broek waarvan ik weet, oké, die zit mooi in twee verschillende kleuren. Deze was toen ook, zeg maar, in zo'n special price lijst. En deze waren toen nog maar €19,95 per stuk. En normaal waren ze volgens mij €39,95. Maar hier ben ik ook echt heel erg blij mee. Ze zijn echt hele mooie broeken. En dan als laatste van de Zara, en dit heb ik dus gisteren binnengekregen, is een denim jack jurk-achtig iets. Ik ben er echt mega blij mee. Ik vind hem echt heel erg leuk. Dat is namelijk deze. Het is dus een beetje een soort van overhemd van denim, maar hij is dus echt mega oversized. Dus je zou hem ook heel erg leuk met een bikershortje bijvoorbeeld als jurkje kunnen dragen. Ik heb dit in een SM, want je hebt van die combimaat, zeg maar SM of ML. En ik heb hem in een SM genomen. En deze was €39,95. En ik vind hem echt heel erg leuk. Echt onwijs leuk. Wat ik wel alleen aan de onderkant vind. Zeg maar, kijk, hij hoort aan de onderkant dus heel erg gerafeld te zijn. Zo. Wat ik echt heel erg leuk vind. Maar ik ben wel heel erg bang dat het snel kapot gaat. Omdat, ja, het zit allemaal niet heel stevig vast. Maar goed. Weet je, dat gaan we vanzelf zien. Dus deze voor dus €39,95. Dat waren dan alle Zara-items eigenlijk. Ik ben echt overal super blij mee. En ja, ik heb denk ik gewoon echt een kleine Zara-verslaving. Ik vind Zara gewoon zo chill. En vanavond om 10 uur zit ik klaar met mijn app om te kijken hoe laat de sale komt. En of de sale er komt en welke items er in de sale komen. Heel mijn winkelmandje zit al vol. Ik heb volgens mij echt 30 stuks erin, maar goed hè. Duimpjes omhoog dus voor een Zara sales shop blog, want dan komt hij eraan. Maar we gaan nu verder met de items van By You Session. Ik en Julia, doordat zij mijn haar wel eens heeft gedaan. Ze heeft mijn haar toen een keertje geverfd en een keratinebehandeling gedaan. Ja, zij was dus eerst kapster, maar ze heeft dus nu haar account omgegooid naar een fashion account. En verkoopt nu dus haar eigen kleding. En ik heb daar wat dingetjes mogen uitzoeken. Ze heeft er ook nog wat dingetjes zelf bij toegevoegd volgens mij. En ik heb een hele leuke winactie voor jullie in samenwerking met Julia. Maar daarvoor moeten jullie eventjes de video afkijken. Want aan het einde van de video zal ik dus vertellen wat je moet doen daarvoor. Laten we maar eerst beginnen met de items. Ik heb ze zelf ook nog niet gezien. Ik heb alleen de zak opengemaakt. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Ik zie als eerst een roze zakje. Ik ga het eventjes openmaken. Oh, heel schattig. Ja, hier hou ik heel erg van. Het zijn gouden oorbelletjes. En dit zijn echt oorbelletjes die ik heel erg leuk vind. Ik hou van goud, ik hou niet van zilver. En dat zijn deze oorbelletjes van die muntjes met een soort oogje eraan. En wat ik zelf heel erg leuk vind om te doen altijd met dit soort oorbelletjes is om hem aan één kant in te doen en aan de andere kant niet. Dat het een beetje een soort van speels effect geeft. Dus dat ga ik denk ik met deze ook doen. Dan het volgende is deze One Shoulder crop top. Ja, ik hou gewoon echt, je ziet het in deze video al, ik hou echt heel erg van crop tops de laatste tijd. En deze heb ik dus ook uitgekozen. Het is dus een kort zwart topje met één schouder. Ik denk dat iedereen deze topjes wel kent. Maar ik vond deze gewoon heel erg handig om te hebben op een broekje of een leerbroekje of... Het kan echt letterlijk op alles. Maar deze vind ik dus echt heel erg leuk. En deze heb ik volgens mij in een maatje S. Oh nee, deze heb ik in een maatje XS. Dan heb ik echt een heel erg chill setje. Waaronder een bikershort. Ik heb dus nog nooit een bikershort gehad. Maar ik zie het altijd bij iedereen voorbij komen. En bij heel veel mensen vind ik het dus echt heel erg gaaf staan. Ze had deze ook nog in heel veel andere verschillende soorten kleurtjes. Ik zag vandaag toevallig ook voorbij komen dat ze een soort tie-dye-achtig effect heeft. Dat vind ik ook heel erg leuk. Maar ik dacht, ik ga gewoon voor het zwarte item. Want dat is het makkelijkst te combineren.
Bijvoorbeeld die hele grote Zara blouse, die denim blouse had ik net niet gezien. Lijkt me heel erg gaaf met dus dit denim bikers, of met dit denim, met dit zwarte bikershortje eronder. En dan zit er ook nog een zwart t-shirt bij. Een zwart t-shirt is altijd je om te hebben. Die kan je dus hier overheen dragen, dat je het echt als setje kan dragen. Maar je kan natuurlijk bijvoorbeeld ook meerdere bikersets aanschaffen, want je koopt het echt als setje. Dat je bijvoorbeeld ook met elkaar kan combineren. Bijvoorbeeld een turquoise shirt met het blauw of met het zwarte broekje of weer andersom, weet je. Dat is ook heel erg leuk. Maar een zwart shirt is altijd chill en handig om te hebben. Dus die. En dan heb ik nog twee verbroeken mogen ontvangen. Deze is in een maatje S. En het zijn allebei met dezelfde kleur roze eigenlijk. En deze heeft dus bloemetjes met paarse details. Ik hoop dat je het kan zien. Ja, kijk, zo zie je het. Ik dacht, dit is heel erg leuk met bijvoorbeeld een kroptopje erop of zo. Een van de 700 die ik heb gekocht de afgelopen dagen. Maar deze vind ik echt heel erg leuk. Dit geeft me echt een beetje zo'n festival gevoel, zo'n broek. Dus deze. En deze heb ik dus in een maatje S. En dan als laatst van bij Youth Fashion en als laatst van de hele shoplog heb ik nog een verbroek ontvangen. En deze is volgens mij wel in meerdere kleurtjes. Ook deze heb ik weer in een maatje S. En is ook weer in zo'n mooie roze kleur. En er zit een beetje een gevlekte stippen op ofzo. Ik heb geen idee hoe je dat zegt. Maar in ieder geval ja, een beetje van die dots ofzo. Of een beetje panterprint. Het is wat je er zelf van vindt. Het is wat je het zelf vindt. Geen goede zin. Maar goed. In ieder geval deze broek. En hier ben ik echt heel erg blij mee. Volgens mij was deze ook goed voor mijn lengte, zei ze. Want ik ben maar 1,60. Dus ik ben heel benieuwd. Dat waren dus alle items die ik heb mogen ontvangen en zelf heb gekocht. En dan heb ik nog een hele leuke winactie voor jullie. Want ik mag namelijk 2 keer 50 euro shoptegoed weggeven van bij Youth Fashion. Wat je moet doen om te kunnen winnen is je moet bij Youth Fashion en mij volgen op Instagram. En geabonneerd zijn op het YouTube kanaal van Julia en van mij. Alle linkjes daarvan zal ik natuurlijk in de beschrijving zetten. En je moet een reactie achterlaten onder deze video met welk item jij het leukst vindt van de website. Met daarbij je Instagram naam en je e-mail. Zodat we jou een berichtje kunnen sturen over een week dat je hebt gewonnen. Volgende week woensdag wordt dus de winnaar bekendgemaakt om 8:00 PM. Dus je hebt tot volgende week woensdag 8:00 PM de tijd om mee te doen. En je krijgt dus een mailtje en een Instagram DM bericht met wat jij dus hebt gewonnen. Wil je nou extra kans maken? Maak dan een screenshot van deze video en zet dat in je Instagram story. En tag bij Youth Fashion en mij erin, zodat wij het kunnen zien. En ja, we kunnen noteren dat jij een extra kans hebt om 50 euro shoptegoed te winnen. Er winnen dus 2 meiden, dus doe zeker mee. En ja, alle dingetjes die je moet doen om dus te kunnen winnen, zal ik nog eventjes in de beschrijving zetten. En dan ben ik heel erg benieuwd wat jullie favoriete item is van de webshop. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Hij is eindelijk online. Lang gewacht, maar hij is er eindelijk. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je hem nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet me ook niet te volgen op Instagram. En dan zie ik jullie in de volgende video weer. Doei!